Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Er zit wat lage bewolking boven Nederland, maar toch laat de zon zich af en toe ook zien. En dat is eigenlijk het weerbeeld voor vandaag de hele dag. Het is tamelijk bewolkt, het is vrijwel overal droog. En tussendoor laat de zon zich flink zien, met name in het zuiden van het land. En op de meest zonnige plaatsen kan de temperatuur later vanmiddag oplopen tot misschien wel een warme 20 graden. In het noorden van het land, waar iets meer wolken zijn, daar wordt het ietsjes minder warm, maar ook is het daar met 18 graden toch een stuk warmer dan het normaal wordt te zijn. Vanavond zijn er dan wat bredere opklaringen. Het is zeker niet koud in de loop van de avond, met temperaturen rond 16 graden. De wind die neemt iets zijn kracht af, maar blijft nog altijd zuidwest en matig. Morgen verandert er aan de wind eigenlijk weinig. Door de zuidwestenwind is het nog redelijk vochtig, met vooral dus wolken in het noorden. In het zuiden van het land veel zon en warme temperaturen van 21 graden. In het noorden van het land daar blijft het kwik nog eventjes op 18 graden steken. Maar zondag en maandag dan wordt het toch een stuk warmer, met op veel plaatsen 20 tot in het zuiden 24 graden en flink wat zonneschijn. Vanaf dinsdag dan gaan we iets meer wolken zien door naderende storingen, maar het blijft altijd nog aan de warme kant voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl